Goed, goed zij. We krijgen de derde Japanner in de baan. En dat is een broer van de man die in de eerste rit reed. In dit geval heet hij Yuki Nori van zijn voornaam en Miyabe dus ook van zijn achternaam. En deze man, Giti Bo, moeten we toch ook in de gaten houden. Want er was niemand sneller op de eerste 8 van de 1500 meters dan uitgerekend deze Giti Bo. Hij stierf wel 1000 doden in die laatste anderhalve ronde, maar ging als een bliksemschicht van start. En ja, deze 1000 meter is nog eenmaal 500 meter korter dan die 1500. Dus wie weet, Thibaut heeft in ieder geval het lef om ervoor te gaan. Beide hebben ze dit seizoen een persoonlijk record gereden. 1.13.86 om 1.14.77. En we zijn weg. En Guy Thibaut die door die bocht heen springt. En dat kan je als je dat snel doet, maar houdt hij dat er ook vol, want dat kost ontzettend veel kracht. 17.06 is weer een onwaarschijnlijk snelle opening van Guy Thibaut, de man die in Calgary ook op deze 1000 meter actief was en toen een zevende plaats haalde in het eindklassement. Hij gaat er weer voor, hij durft het toch weer, ondanks die pijnlijke ervaring op de 1500 meter waarin hij volledig stuk kwam te zitten, driekwart van de race. Maar hij probeert het opnieuw. Thibaut buiten, Miyabe gaat mee, binnendoor. Ja. Thibaut nog licht aan de leiding, 44.74. Snelste tijd. En dan moet Guy Thibaut proberen dat rechterstuk het gat zo klein mogelijk te houden om via de laatste binnenbocht. Als hij tenminste nog krachten over heeft. Maar we krijgen een klein beetje datzelfde 1500 meter verhaal wat we van Thibaut hebben geschreven. Hij haalt het niet hoor in die binnenbocht. Hij heeft toch weer te veel gegeven in het begin. En het is Miyabe die de ritzegen gaat opeisen in 1.14.92. En dat is absoluut de snelste tijd tot nu toe. En de 1.15.36 is voorlopig voor Guy Thibaut de tweede plaats. En kijk eens naar die jonge Yuki Nori Miyabe die buitengewoon tevreden is over dit optreden. Een sterk optreden. Hij leidt de dans voorlopig na drie ritten. Voor Thibaut, Kuroiwa Klimov, André Miyabe en Bakhalov. En hij gaat helemaal uit zijn bol. Deze Yuki Nori Miyabe, 23 jaar is hij. Hij komt in Tokio en krijgt daar de felicitaties van de oude rot in dit sprintersvak, Guy Thibaut. Een buitengewoon sportief gebaar van de Canadees. Maar Yuki Nori Miyabe is de man die voorlopig de beste tijd heeft gerealiseerd.